Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Civilization 5 met de Maya's. Financieel gaat het nog steeds niet helemaal top. Aan de andere kant mogen we ook niet klagen. Ik hoop nog steeds dat we met hem een dealtje kunnen sluiten. Maar het lukt me niet. Ik ben bang dat hij echt op het punt staat om aan te vallen. Waar is iemand bereid is om mij backup te geven. Nee. Oh, wacht, hij misschien nog. Nee. Iedereen gehad? Oh ja, Athene zou nog kunnen. Maar ja, we kennen elkaar amper. Wat überhaupt is te ruilen? Nee. Maar we hebben dan zo'n beetje iedereen gehad. Ja, Caesar, maar die speelt wel weg. Die heeft weinig zin. Ja, Polen zou nog kunnen. Ja, dat is ook niemand echt friendly, hè? Oh, daar is wel. En Tamar? Helemaal geen enkele reden. Helaas, maar. Nee. We hebben zelfs geen Declaration of Friendship sluiten. Nee, zo be it. Nou, daar hebben we dus oorlog. Nou is hij gelukkig niet de meest gevaarlijke. We checken een beurt geleden. Friendly, zegt hij. En toch valt hij hem aan. Oh, ik dacht dat oma valt ook nog even binnen, maar dat valt dan weer mee. Truffels? Nee. Ja, een paar heb ik niet nodig. Cash, dat heb ik inderdaad wel nodig. We gaan voor 7. Dan gooi ik er wel open borders in. Mooi. Dat betekent dat we volgens mij winst maken. Hoop ik, denk ik. Wel unhappy is. En geen trade. Dus dat is niet goed. Spearman. Blijf maar staan. Jij mag hier gaan helpen. Jou hier nog. Ik zet hem even halverwege. Dus we moeten ook die man hierboven aanvallen. Dus die dan daar naartoe gaat. Jij daar gaat healen. En jij dan weer buiten het bereik van hem gaat staan. Zo. Hé, hey, kijk, er zit al gelijk iemand. Gelijk de zee oversteken. Dat zie ik. Nee, dat zou al een slecht plan zijn. Fortify, dat wel. Leg jij dan maar een plantage aan, je staat er toch. Fuck off, Fiddle. Open borders, ja, lijkt me prima. Ik moet toch een beetje vrienden gaan zoeken. Tikal is starving. Ja, dat zou inderdaad wel eens kunnen, gebrek aan voedsel. Al ben ik klaar met zijn merchant. Crossbow, denk ik. Eerst een barracks. Eerst city walls, natuurlijk. Adopt policy. Ja, normaal zou ik hier op aesthetics inzetten, maar nu, aangezien het oorlog is, is het misschien wel handig om deze te nemen. 15% combat strength voor elke melee unit die naast een andere militaire unit staat. Dat natuurlijk wel vooral afstand units. Of een great general. Ja, maar die kan ik eigenlijk ook via dat dingetje pakken. Commerce. 25% extra cash. Is ook niet verkeerd. Maar ja, we gingen voor een culture victory, dus. Maar ja, deze heeft niet zoveel zin. Dan bouw je deze dingen allemaal sneller, maar die gaan we nu niet bouwen, omdat we in oorlog zijn. Yeah. Kan dit nog iets opleveren? In ieder geval wel het happiness probleempje op. En dan hebben we in ieder geval positieve happiness. En dat is natuurlijk ook cruciaal in tijden van oorlog. Laten we dat maar doen. Excuus. Oh, hij is nog maar op 5 minuten. Dat is veel te kort. Daar gaan we natuurlijk nog even 10 minuten bij doen. Zo. Next turn. Enemy is near. Ja, daar komt hij inderdaad aan. Dus gelijk je pillage iets.
Ja, deze unit wordt ook een beetje ouderwets. Kan waarschijnlijk niet zo heel veel schade mee doen. Baag me dan ook wel weer zorgen. Hier ook maar een stadsmuur. Civilian capture. Oh, dat is dan... Ja, oh, misschien dat hij daarom wel de oorlog verklaarde. Nou ja, goed. Zo be it. Zijn ook een worker gepakt? Oh, daar stond hij nog. Nessie. Nou, die pakken we gebruikt. Er is niks aan de hand. Op het thee. Oh, die was van de hunne. Nee, die is gewoon van ons. Oh, dat is diezelfde die we al een keer gejat hadden. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Dat kampje daar, laat maar lekker zitten. Hé, hey, die was toch 5 beurten, dacht ik. Nee. The only thing that's... Civil service. Ja, die steden zijn gelijk gaan levelen. Waardoor we gelijk weer een happiness probleem hebben. Dat is wel een dingetje. Alerts. Alerts. En boerderijtje. Caravan. Establish trade route. Kan niet. Dan mag je naar de hoofdstad. Techjatten. 998. 906. En. Ik denk dat die het meeste waard is. Even kijken. 954. En is die het meeste waard? En is ook een militaire tech. Dus die lijkt me even het belangrijkste. Komt hier gelijk die longshotsman. Wel. Die crossbowman. I swear not to spy on you anymore. Hier zien we verraden zijn door Darius. Mag je daar naartoe? Oké, okay. Unit needs orders. Trade route. Save cash. Dan maken we winst. Dus kan ook onze science weer op volle toeren draaien. Ook hier komt een rebel camp. Dat is op zich wel prima. Die kan een beetje beschermen tegen dit Tulum en Cordium. Dat lijkt me goed. Jij bent klaar denk ik met de stoffen. Ja, we hebben er eentje over. Salwe. Nee, niks om te bieden. Dat is ook wel jammer. Greek. Hebben, oh, die had ik al verkocht natuurlijk. What will you give me for this? Defensive pact? Nee, zelfs dat niet. De hunnen? Nee, die hebben denk ik niks. Nee. Suleiman heeft het al. Oh, wacht. Ja, nou is 3 iron geef. Je hebt mij 6 goud. Reddediyoruz. Gelin pazarlığa tutuşalım. Zo dan? Nee, dan laat maar zitten. En Polen tenslotte. Die hebben het ook niet nodig. Oké. Suham? Ja, dat is goed. Ik weet niet waar je zit. Alright. Shoot. Jij mag nog niet schieten. Blijf maar zo zitten. Ja, je zou een aanval kunnen doen, maar waarom zou je? Het is ook een major defeat, dus nee. Deze was dus klaar. De plantage dan. Next turn. Dat is goed. Open borders. Ja, kom eens swordsman aan. Kijk of een van de twee al eruit wil. Denk ik niet hoor, maar. Nee. En zo. Nee, oké. Eerst maar deze. Ja, deze is veel te zwak nu. Waarom is dit zo slecht? Oh,
Oh, is het ook nog in de Golden Age? Ja, dan moet je even wachten met aanvallen. Dat is een minor defeat. Dat zou ik op zich nog wel aan kunnen. Is dat weer niet handig, want dan wordt hij beschoten. Dus laat me even zo. Jij mag. Kom je daar nou weer terecht? Snel die kant op dus. Een trebuchet zelfs. Dan wordt het menis. Most wonderful people. Staan we nog steeds op 1. Writer. Because I could not stop. Waar was die trebuchet dan? Oh hier, dat is zijn trebuchet. Oh. Dan ben ik nog niet zo bang. Is in ieder geval zo goed als stuk. Oh, wacht, is er ook nog een leger? Of wel, leger staat één iemand, maar goed. Oh, die hebben ook een boom in, dat is wel lekker. Snel deze kant op. Zo snel mogelijk althans. Kun jij in de stad verdedigen. En dan gooien we daar een, ook een crossbow in neer. Alert. Je kan de aanval openen, maar waarom zouden we? Wel hier op die stad leggen, zo. Je bent hier klaar. Kan je daar nog een boerderijtje aanleggen? Next turn. Zo. Hier niets orders. Die doen we even daar neer. Next turn. Enemies near. Ja, wat else is nu, zou ik zeggen. Hey, Spanje. Soy Isabel de España. ¿Sí? Hey, Wayne. Dit is een redelijk hard. Ja, is maar die ziet er net bedreigend eruit. Hier ook. Hij hield ook elke beeld zo te zien. Dat heb ik verkeerd. Hij moet niet op alert, maar op fortify. Waar ben je? Trebuchet is al redelijk stuk. Hoppatee. Dit hoeft niet, dus waarom zouden we? Jawel. Dat is genoeg voor een kill. Vraag is natuurlijk of jij dat ook redt. Zo te zien wel. Great General, mooi. Mooi moment ook. Robert Lee. Ik ken de generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog. Hij heet in ieder geval Lee. En Robert klinkt niet echt Japans of Indonesisch. Dus dan is het denk ik ook die. Ik schat de Perzen in als gevaarlijke, dus gaan we die kant op. Tot nu toe gaat het goed, we houden ze redelijk tegen. Niet, ja, we hebben te weinig kracht om echt offensief aan te vallen. Dit zou wel eens de jullie kunnen kosten. Net niet. Op een heuvel, dus dat zou redelijk pijnlijk moeten zijn voor de tegenstander, hoewel het natuurlijk wel een zwakke unit is. Er is nu wel eentje te overleven, dus dan kan je. Nee, dus. Dat is jammer. Mag jij. Nou, trouwens, bij me staan. Zo. En daar gaan we weer. En ook hier nog een rondje. Deze strijd gaan we wel winnen. We kunnen misschien zelfs nog een beetje aanvallen straks. Dat hoeft mij niet eens, maar. Ik heb het steeds niet overgeven, jammer. Jij? En toe. Nee. Dat is nogmaals de timer, maar ik plak er nog even een beurtje aan. Want dat we deze stad gewoon kwijt gaan raken. Soms toch continu te roken, dus in die zin is het niet zo erg, maar.
Heeft de peers wel een heel groot voordeel ten opzichte van mij. Dat is sowieso een kill. En die kan ik dan... Ja, één stapje terug. Die kan ik ook met jou maken, denk ik. Ja. Aangezien jij harder schiet. Zo. Deze heeft dan even geen zin. Zo, heel. Ja, dit is ook iedere keer hetzelfde zetje, maar goed. Heel. Nog een keer schieten. Oh. En dan even op, zo, ter ondersteuning. Op. Next. En dan gaan we hem afronden. Boogschutter, die duurt nog even, helaas. Hij raakt hier wel door zijn soldaten heen, dus ik denk dat hij deze ook niet in kan nemen. Boerderijtje. Nou, we kunnen hier weer de aanval wagen, maar waarom zouden we? Fortify. Kill. Jij ook. Ja, met die primitieve units houden we dan toch redelijk stand. En bedenk ook dat we op een hoger moeilijkheidsniveau spelen. Dus de computer heeft echt wel bonussen hier en daar. En toe. Nee, we hebben nog steeds geen vrede. Hij ook niet. Maar dit is wel het moment waarop we deze aflevering gaan afronden. Dus heel graag tot de volgende keer. En voor nu bedankt voor het kijken.